De Wierik. Botsinkje van Doan. Dit onhandig gedaan door Schoof. Dat geeft Groningen wellicht de mogelijkheid. Sterker nog, die komt er ook. En die bal die hier wat af via de lat. Komt hij er weer terug het veld in. Misser van Schoofs. Het leidt bijna tot 1-0 voor FC Groningen. Voor Groningen leek het slecht af te lopen in Venlo tegen VVV. Maar al snel na de 1-0 achterstand stond het 1-1. En viel het eigenlijk wel mee. En deze verdwijnt bijna in eigen doel. Komt van de voet van Memisjevic. Die zich realiseert dat hij daarmee en zijn ploeg goed wegkomt. Een van de weinigen op het veld bij Groningen die nog niet scoorde. Maar of hij dat nou op deze manier zou hebben gewild. Maar voorlangs van Weert kan er niet bij. Manu Garcia. El Alucci. Opgepikt door Schoofs. Agipong. Agipong. Nou wordt het lastig om hem aan te pakken. Hij is inmiddels het strafschopgebied in. El Alucci met de geplaatste bal in de korthoek. Een halve redding van Pat. En de tweede redding van Pat voorkomt uiteindelijk de treffer voor NAC via Tevreden. Eerste serieuze scoringskans voor NAC in de 38e minuut. De actie van Agipong. Die legt keurig terug. El Alucci met de geplaatste bal. Die verrast in de korte hoek bijna Pat. En die mag nog een keer in actie komen. Bij de inzet van Tevreden. Mogelijkheid voor NAC op 0-1. En de bal belandt zo in de handen bij Pat. Die zich afvraagt hoe het nou kan dat Schoof zo ver kan komen. Maar uiteindelijk blijft de doelman staan. En hoeft hij ook eigenlijk niet veel anders te doen. Waar blijft de eerste Groningen-overwinning in 2018? Volgende week speelt het altijd beladen duel in Enschede. En hier moet het oppassen dat het niet op achterstand komt. Een goede mogelijkheid voor NAC via Agipong. Goede redding van Pat. Want NAC moest weliswaar de eerste grote kans toestaan van de wedstrijd aan Groningen via Mahi. Maar nadien is het toch echt NAC dat als er al kansen komen op een goal, die voor zijn rekening neemt. Sporksleden die in zijn ijver om de bal binnen te houden. De moeilijke bal van Angelino. Hem schenkt aan Doan. Warmerdam. En die zit erin. En Mahi scoort. Nou. Is het Mahi of is het deze Mahi die hem in zijn eigen doel schiet? Nou, maar eens kijken. Warmerdam. Het is Mahi, de aanvoerder, die hem achter zijn eigen doelman loopt. Mahi juicht en Pablo Mahi passeert zijn eigen doelman. Maakt weliswaar zijn derde competitiegoal, maar doet dat wel in het verkeerde doel. Van der Looy. Doan. We zijn terug bij Roestic. 20 meter. Roestic van richting veranderd. De buitenkant van de paal. En bijna weer Pablo Mahi. Die bijna voor de tweede keer zijn eigen doelman passeert. Bakuna. Mahi was inmiddels overgestoken. Zette deze aanval op. Houdt deze bal knap binnen. En schenkt de kans op 2-0 aan Doan. Nog een keer de actie van Mahi. Ik ben benieuwd of die bal eigenlijk binnen is gebleven. Nou, dat is echt op het randje. Niet te beoordelen voor de grensrechter. Het zal erom hangen. Hoe dan ook. Doan kan niet profiteren. Kans voor Tevreden. De redding van Pat. En kansen van Tevreden zitten er wel in. Nou, daar komt dan wellicht toch die volgens mij wel verdiende gelijke stand aan. Tevreden neemt de goal voor zijn rekening. Angelino. Fernandes. Fernandes nu wel buitenom bij Warmerdam. En de redding van Pat. Groningen tegen NAC. Luister naar het boegeroep. Beseft dat dat voornamelijk komt van de supporters van FC Groningen. Die opnieuw hun club vanavond in een thuiswedstrijd
niet hebben zien winnen. 13 thuiswedstrijden dit seizoen tot nu toe. 4 keer een overwinning, 7 keer inmiddels een gelijkspel en 2 nederlagen.